Ik ben Bart Omlijn, burgemeester van Oostende, maar ook Vlaams parlementslid en gewezen Vlaams vice-minister-president. Ik ben lijsttrekker voor het Vlaams parlement op lijst nummer 3 van Open VLD, de Vlaamse Liberalen. Goeiedag, mijn naam is Hendrik Boogaert. Ik ben lijsttrekker voor CD&V voor de Kamer voor West-Vlaanderen. Ik ben uitredend parlementslid en binnenkort ook burgemeester van Jabeke. Op mij moet je stemmen omdat ik geloof in de keuzevrijheid van de mensen en in de vrijheid van de mensen. Mensen motiveren, mensen stimuleren in plaats van altijd te verbieden en te verplichten. Dat is toch voor mij heel essentieel. Ook zorgen dat de belastingsdruk daalt en mensen niet opgezadeld worden met een ongelofelijke belastingsdruk. Dat is toch wel een van de cruciale pijlers. Ik ben voorstander van een realistisch integratie- en migratiebeleid, voorstander van lagere belastingen. Voor het voortbestaan van de provincie West-Vlaanderen, want die is in gevaar. En ook voor een structurele financiering van onze MUG-helikopter, onze West-Vlaamse Flying Doctors. Die moeten vanuit federale middelen gefinancierd worden en niet enkel meer vanuit sponsoring zoals nu het geval is. Mijn grote voorbeeld in de politiek is de beste redenaar op dit moment in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Patrick de Waal. Mijn voorbeelden moet je al een beetje in de tijd terugzoeken. Dat is Leo Tindemans, waar ik mooie herinneringen heb. En ook Wilfried Martens, die een echte leidersfiguur was en die ook de zaken in beweging durfde te zetten. Van West-Vlaanderen leeft met je mee.